Er is gisterenmiddag rond 5 uur brand uitgebroken bij de noodmarkt aan de Kankantriestraat. De brandweer was snel ter plekke en na het vuur te hebben geblust bleken een buitenunit en 2 stands binnen de markt behoorlijke brandschade te hebben opgelopen. Tijdens het voorval namen districtscommissaris Ricardo Bolla en marktmeester Patrick Grando polshoogte. De burgervader gaf tegenover de pers aan dat de schade zal worden opgenomen en er meteen zal worden bekeken als de standhouders kunnen worden vergoed. Volgens een schoonmaker die als laatst op de markt aanwezig was, hoorde hij een grote knal van buiten waarna de vlammen naar binnen vielen. We gaan nog steeds moeten vaststellen hoe groot de schade is natuurlijk, want het betreft niet alleen de brand hier binnen zoals u achter mij ziet, maar ook dat de brand zich heeft uitgebreid naar de markt binnen zelf. En ook dat is heel snel geblust kunnen worden. Gelukkig, u weet zelf, de markt is een houten gebouw, dus het had vele malen erger kunnen aflopen. Voor de samenleving, maar natuurlijk ook voor ons in het bijzonder. We hebben betreurend ten zeerste dat heeft kunnen plaatsvinden. Laten we alvast afwachten wat het rapport zal zijn van de brandweer en de politie. En dan kan ik u nader informeren. Nou, wat kan ik ook krijgen? Ik heb een doti. Een heel emotionele standhouder Patricia Abadu gaf aan dat zij het niet kan begrijpen waarom alleen zij zoveel schade heeft geleden. Zij geeft aan dat de unit waar de brand is begonnen, de unithouder haar spullen wel heeft kunnen weghalen. Abadu kon dat jammer genoeg niet. Ik was niet hier om niks weg te halen. En ik verkoop niet 1 ding. En wat voor stand had hij precies? Ik had een culturele stand als hoe Mahabir is. Een cultuurstand in het Nederlands gezegd, in het Nederlands kruidenstand. Alles wat Mahabir had, heb ik ook. Weet je hoeveel het is? Best wel voorstellen, maar weet u toevallig hoe het is ontstaan? Heeft u kunnen begrijpen wat er is gebeurd? Die heer was binnen hier, ze hebben gezegd, ze hebben een kanaal daar gehoord. Dus waarschijnlijk denk ik dat het via daar is gegaan. En die brandweer zelf zegt dat het is via boven gekomen. Dus dat is het. Je moet denken, hier is het was dicht met hout. Waren lekker, rekken. Dus... En wat heeft de DC samen met u afgesteld? Hij zegt morgen komen ze, hij gaat kijken wat hij kan doen. Ze gaan komen, sowieso kan ik mijn stand weer maken. Maar ik zeg, hoe moet ik nu beginnen? Ik heb schulden, ik heb kinderen. Hoe moet ik beginnen? Heeft u een indicatie hoeveel uw stand waard was met de spullen die u had? Mevrouw Duizenden, nu weet ik niet. Omdat ik pas ladingen heb gekregen. Ik heb pas ladingen die ik duizenden heb betaald. Dus nu weet ik helemaal niet wat. Ik ben iemand, ik voeg... altijd toe. Ik laat niet leeg. Ik voeg toe. En je moet denken wat die dingen nu kosten. Een tree Pompeia kost nu bijna 2000. Die grote is 3000 zoveel voor 12. Dan moet je denken. Ik verkoop al die dingen daar. Wat een prapie kost, wat een pangie pièce kost. Vanmorgen vroeg moest de brandweer opnieuw uitrukken, maar dan voor een brand die uitbrak in het oude gebouw van Surishopping aan de Martin Luther Kingweg nabij de Latourweg. Het gaat vermoedelijk om brandstichting. Het gebouw werd gebruikt als opslagplaats.